Passie! Welkom hier. Passie. Passie, wat is dat nou die serie met Cohen nu? Wil je één spelen? Of Dat is mooi. Jongens, we kregen een bericht. We kregen een bericht van Gio. Guido of Gio, sorry. Ja, Gio. Gio. En Gio zei, kom, wat is dat nou eigenlijk? Dat Opas, ik kan het niet meer terugvinden. Wat jullie nou eigenlijk doen? Ik zei, weet je wat, ik laat het wel voorbij komen in de video van de veteranen, de volgende video. Dus bij deze, Gio, dus voor jou. Maar ja, wat we dus doen is inderdaad de vader van dat joch imiteren eigenlijk. Want die praat echt zo. Ja, die praat echt zo, ja. En eigenlijk doen we het nu al een beetje op zo'n rare manier dat het er bijna niet meer op lijkt. Maar als ik hem echt na probeer te doen, dan zegt hij... Pas, wat heeft Vitesse nou gedaan, hè? Hoezo hebben ze die Amoa verkocht, hè? Zo'n goede speler, hè? Zo'n, die werkt zo hard, hè? Zo praat hij gewoon heel zwaar en dan heeft hij dat... Toch? Ja, het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk om hem na te doen. Het is makkelijk. Ja. Ik weet niet waarom, maar het is zo makkelijk. Ja, dat was vroeger altijd. Dan moest dat joch nog even langs het tankstation met de auto. Die, pas als je langs de Shell komt, alsjeblieft een koud blikje Red Bull met me meenemen. Zo'n kou uit de vriezer. Nou ja, goed. Dat is wat we doen. Is een beetje uit de hand gelopen. En, nou ja. Ja, mooi toch? Mooi, die gast. Hij zei dus dat hij ook thuis met een vriend gewoon random zo... Dat ze zo tegen elkaar praten. Ja, dat vind ik wel het mooiste. Dat die ouders met helemaal gek worden. Wat roepen jullie nou de hele tijd? Ja, geniaal. Schitterend. Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die zoiets doen. Dat ze dit ook, oh pas, schreeuwen thuis. Ik denk het wel, jongen. Ik denk het ook. Hey, Vette, we hebben echt een leuke speler vandaag. Dat is namelijk Diogo Jota. Ja. Volgens mij voor 40 miljoen door Liverpool gekocht afgelopen zomer. 40 miljoen? Van? Ja, zoiets. Ja, serieus. Liverpool aankoop Diogo Jota. Serieus, echt een dure aankoop hoor. Ja, 43 miljoen zelfs. Van? Wolverhampton. Nee joh, what the fuck, ja? Yeah? Ja, die hebben al die Portugezen daar zo. Ja. Maar hij doet het fucking goed hè. Hij is bijna meer aan het scoren dan Salah en Mané en zo. Nou, ziek. Echt heel knap. Ik wist niet eens wie het was joh, tot begin van het seizoen. Hij lijkt wel een beetje op jou, van die krulletjes op zijn hoofd. Ja, iedereen lijkt op mij, jongen. Een beetje zo'n gezicht alsof hij net wakker is. Ja, dat ben ik ook. Daarom, jongen. Hey, maar hij is center voor, dus je kan hem in de spits gebruiken. Je kan hem op kam gebruiken, dat is leuk. Of oh ja, center fuck, voor. Dat kan ook nog. Nee, ik heb al een formatie, dus ik laat hem lekker staan. Ik moet trouwens even een bordje pakken, maar hey, zeg jij maar vast. Ik heb hem al in de formatie staan. Wacht even voor 1 seconde. Oh, Bas, ik heb goed nieuws trouwens. Nou. We hebben een asiel gevonden. Ja? Ja. Is hij eindelijk weg? Ik ga vanmiddag bellen. Dat beestje, man. Is hij lekker bij een paar andere van die wilde katten? Ja, precies. Hey, Vette, ik schrijf even een paar formaties op van jou, ja? Ik heb ze al, jongen. Echt? Zeg het maar. Ik denk dat jij bent gegaan voor 4-2-3-1, 4-3-3 of 4-4-2. Ja. Oké, dat is mooi. Welke dan? Oh, ik heb 4-3-2-1. Oh, je viel weg, denk ik, of zo. Ik hoorde jou ook niet. Ik hoorde alleen jou wat dingen opnoemen. Maar ik heb 4-3-2-1. Oh, oké. Nou, daar mag je gewoon mee spelen. Dank je. Oké, alsjeblieft. En ik heb voor jou ja. 4-3-2-1, 4-2-4 ja. En 4-3-1-2. Helaas, jongen. Ik heb 3-5-2. We beginnen bij mij. Is goed. 4-3-2-1? Ja, 3-5-2 en Jota. In de Jota? Jota. Nee, maar jij had... spits, of waar heb je hem? Ik heb hem linker spits, ja. Linker spits, in 3-5-2. Klopt, jongen. Oké. Okay. Jij hebt 4-3-2-1. 4-3-2-1. Lekker hoor. En dan heb jij hem spits dus. Ja. Laten we bij jou left forward en right forward beginnen. Ja, oké. Ja? Oké, jongen. Nee, ik heb het al. Oppas. Ja, ik heb ze, jongen. Verlos met mijn lijden. Ik verlos je uit je lijden. We gaan voor 2 basic spelletjes lekker. Eentje die pomp ik al gelijk hier nu neer. Zijn naam is de Swarma Boer. En op de linksbuitenpositie gaan wij voor Alan Saint-Maximin. Oh. Dat spreek je het weer heerlijk uit, jongen. Ja. En op rechts wie? Ja, dat is Lucas. Maar ja, die noemen wij de Swarma Boer. Toch die vette Lucas. Sorry. Ik twijfel over hem. Ik had Sterling en Rafinha, dus helaas. Helaas voor het joch. Het najoch. Precies. Precies. Goed gedaan, jongen. Pas. Ja, naar jou? Ja, zeker jongen. Kam en de striker? Ja, en mijn linkshalf gewoon. En je linkshalf ook nog? Tuurlijk. Zo. Zo! Komt die kat weer, jongen. George, ik bel vanmiddag naar het asiel, hè? Dus, maar wacht even, drie spelers bij jou? Ja, toch? Oké. Okay. Doen we toch altijd met deze formatie? Volgens mij doen we altijd gewoon kam, striker. En dan doe je daarna LM, RM. Ja.
Oh. Zo, wat de... Ja, jongen, die kat is hier en meteen is het oorlog. Zo, George, je moet even af. Ja, geef dat beest gewoon een spuit, man. Dan ben je er gewoon vanaf. Nou, ik ga op linkshalf voor... Oh, wacht. Ga je ook linkshalf doen? Gozer, ik zeg het 3 keer. Spits, kam en linkshalf. Vette, ik ga voor Jack Grealish, ja. Ziyech en Werner. Nee, die heb ik alle 3 niet. Helaas. Jack, Podence, Firmino en Bruno Fernandes. Firmino, Fernandes, Rashford. Ik wist dat, jongen. Zo obvious. Oké, top. Gaan we naar jouw volgende, jongen. Jouw hele middenveld. Ik heb ze, alle 3. Ja, ik ook. Oké, jongen, doe maar. Ja, het wordt echt heel simpel, maar dat heeft 2 redenen. Ik moet het even uitleggen. Kijk, ik moet straks nog wat spelers verkopen als we gaan spelen. Maar het worden echt basic spelers. Ik weet gewoon niet hoeveel coins ik heb vandaag. Het is een beetje hasseflats, haasten. Doe maar, jongen. Iedereen weet dat je naar een andere competitie gaat. Doe maar. Nee, dat nog niet dus. Ik ga voor Alan als linker centrale middenvelder. Dan gaan we voor Ndombele als tweede centrale middenvelder. En op 3 gaan we voor, ja, het is heel simpel, het is echt tering saai misschien. Maar we gaan gewoon lekker voor Dele Alli. Ja, die heb ik echt al heel lang niet meer gebruikt. Maar we kiezen Wembel, ja. Heel saai, maar we doen het wel. Ja, ja, het is een mooie keuze, jongen, maar ik heb er toch 1 geraden. Ja, daar was ik wel bang voor. Ja, het kon niet anders. Je mag zelf raden welke van de 3 ik heb geraden. Ja, die tweede. Ja, Tanguy. Ja, wie had je allemaal? Ja, ik had gewoon Sissoko, Dombele en... Fred Verdurk. Ah ja, ja, ik zag die Alan, maar ik dacht dat doet hij niet. Maar dat doet hij toch. Dus dat is ja. Maar Alan links? Ja. Oké. Okay. Hey, Ellie! Hoe kan ik jou toch een beetje opvokken? Ja. Jij mag in je teamtje gaan zetten. Een hele goede. Nou, dat is een hele mooie naam. Dit is echt zo'n zieke naam dit. Het is een kruising tussen Martial, ja. Joe Gomez en de trainer van Inter van een paar jaar geleden. Zijn naam is Anthony Gomez Mancini. Anthony Gomez Mancini van Burnley. Oh ja, hele mooie naam. Ja, toch? Hij lijkt ook op mij. Precies. Oké, okay, nou ja, naar jou 3 CDM's en je RM. Met 3 CDM's? 2 CDM's en je RM, sorry. Ja, is goed. Oké, okay, kom maar. Oké okay dan. Vette, ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, jongen. Ik wil gewoon even iemand een keer, echt een keer eren. Mm-hmm. We hebben het vaak over hem. Oh. Misschien dat je hem hebt opgeschreven, want het is een goede link naar Grealish. Het is namelijk Steven Gerrard. Oh. Hij gaat spelen naast, toch wel een heel bijzondere naam. Leandro Paredes. En dan kun je die andere man ook wel raden. Dat is natuurlijk de hyperlink. Angel Di Maria. Dat is mooi gedaan, jongen. Dankjewel, jongen. Ik had Gnabry, Goretzka en Steven Gerrard. Echt? Had je hem echt? Ik echt? Had hem echt. Kut. Ja, dat is te ziek. Ik dacht... Zo leuk om een keertje te doen. Ziek dat je hem hebt, ja. Het is ongelooflijk. ik dacht rechts gaat hij voor Gnabry. Ik had Goretzka. Wie links dan? Hoe moet hij... Ja. Ja, nee, je hebt het niet uitgelegd. Ik snap het. Onze grote vriend Kevin Eimers is groot fan van Steven Gerrard. Ik dacht, ik doe hem even een prachtige eer. Ja. Ja. Zonder dit. Oké, okay. Nou zet er maar wat moois neer, jongen. Wil je dat ik iemand kies die op jou lijkt of niet? Ja, heel graag. Ja? Oké. Okay. Ja, heel graag. Nou, omdat je iemand wilt die op jou lijkt... Kies ik voor. Hij heet Boateng. Hij speelt bij Crystal Palace. Nee joh. Maar hij lijkt echt op jou. Nou, hij lijkt echt op mij. Ja. Helemaal. Wat te gek zeg. Zo slecht hè. Ja, maar ik zeg het alleen als het echt zo is. Ja, moet je toch eerst een paar jaar nog even naar de zon, jongen. Ja, dan red ik het nog niet, denk ik. Nee, dan, nee. Oké. Ik ook niet. Ja, bedankt jongen. Gaan we naar jouw volgende. We hebben nog 2 minuten. Ah ja, is goed. De backies, hè? Ja. Oké okay, jongen. Linksback. Gaan wij voor een hele mooie oplossing kijken. Ik kan hem denk ik hier staan. Ja. Zijn naam is Telles van United. En op de rechtsbackpositie gaan wij voor niemand minder dan Fredericks heet hij. Fredericks. Ryan Fredericks. Ah ja, die is goed. Ja. Die is snel. Ja. Ik had Telles opgeschreven, jongen. Dus die mag je weer uithalen. Oh, dat meet ik niet. Ach, tuurlijk. Ik wist dat jij een basis had zelfs in je team. Ik heb hem niet baas. Oh, had je wel toch, vorige week? Kut, sorry. Ik dacht, ik ga gewoon de meest basic optie. Ja, ik ook. Dacht ik ook, jongen. Ik zal iemand kiezen die op jou lijkt, jongen. Ja? Ja. Zijn naam is Sirkin met een C. Sirkin met een C. Ja, dat is echt een goeie. Dennis Sirkin? Denk het wel, jongen. 61 graden. Ja, prachtig. Prachtig, best. Dankjewel, prachtig, best. Alsjeblieft, best. Dankjewel. Graag gedaan, jongen. Dat doe ik voor jou. Gaan we naar mijn 2 buitenste centerbacks? Ja, dat is goed. Ik heb ze. Ik ook. Ja?
Ja. Oké. Okay. Op de rechterkant kies ik voor een inform. Zijn naam is De Naaier. Echt een hele goede kaart. Ja, die is heel goed. Ja, is echt super goed. En op links dacht ik van, ik ga gewoon weer voor Desailly, maar ik denk toch dat je Desailly en Joe Gomez hebt opgeschreven. Dus ik ga even voor een andere icon, gewoon even super cheap, toch even snel kijken. Dan gooi ik een bordje al weg, dat is altijd een mooi teken. We gaan voor Fernando Hierro. Ja? Ja. Oké, okay, die had ik. Ja, ja. Maar ik had twee centerbacks van Paris en Germain. Ik had die Kier en Diallo of zo. Paris en Germain? Paris Saint-Germain, ja. Oh, oké. Okay. Top, jongen. Goed gedaan. Ja? Ja, goed gedaan. Oké, okay, jongen. We hebben haast, jongen. We moeten naar de laatste drie van El Yoko. Ja. Succes, vette. Oké, okay, jongen. Ik heb ze. Oké, okay, Weiland. Daar komen ze. Okay, ja, het is een beetje een crisis budget squad builder battle. Maar goed, maakt niet uit. Voor een keertje kan dat. Even kijken wie ik in mijn club heb staan. We gaan gewoon even kijken. Oh, kijk. Dit is een mooie. Deze zet ik hier neer. Hij speelt bij Atletico. Felipe. Braziliaan. Heerlijk. Mm-hmm. Nou, dan weet je dat er ook een Braziliaan naast hem moet komen. En dat is niemand minder dan Eder Militao. En op hok gaan we dan... Ja, dat moet wel een Courtois worden. Ja, het is Courtois. Kut, wat dom. Ik heb helemaal niet nagedacht over dat je nog naar een andere competitie moest. Ik heb ze allemaal niet, jongen. Je mag ze gewoon lekker neerzetten. Echt? Ja, ik had echt niet nagedacht. Ik dacht dat je misschien naar Parijs zou gaan. Dus ik had wel naar vast, maar ik had niet nagedacht dat je nog naar een andere competitie moest. Ah, oké. Okay. Dom. Niet slim. Oké, okay. Gaan we naar mijn laatste, jongen. Is goed. Jij mag zeggen welke je hebt opgeschreven, want ze staan al in mijn team. Alleen deze nog even. Ja, je mag het zeggen, jongen. Oké. Okay. De eerste is de doelman. Ja. Die heb ik hier staan. Ja, welke heb je dan? Zeg maar. Lopez. Ja. En centerback doen we Marquinhos. Oké. Okay. Ik heb Lecomte en Diallo. Dus de ploeg is compleet. Thanks, vet. Ik spreek je zo, ja? Ja, oké. Okay. Oké, okay, vaarwel. Jojo. Oké, Weiland. Voordat de strijd der strijden mag beginnen. Ja. Gaan we even ons Wheel of Names doen. We hebben de vijf modussen. We hebben alles mag. Geluksbal, overleving, lange afstand en wissels. Oeh, spannend. Dus we hebben Max Team gisteren uitgehaald. Mensen zeiden van ja, dat is een beetje saai. Want klopt. Het is toch alsof je een klassieke wedstrijd speelt. Dus we hebben vijf leuke dingen. Ik ga husselen. Ik ben aan het husselen. Kijk, je ziet het. Het gebeurt van alles. En dan klik ik in één keer op. Klik ik. Ik heb geen idee wat het gaat worden bij dat. Maar het is wel spannend. Het is ziek. Het is onze favoriete modus. Echt? Ik denk de leukste modus die we ooit hebben gehad. Geluksbal? Ja, geluksbal. Echt? Heel leuk. Ja, heel leuk toen, hè? Volgens mij staat het gelijk. Ik zit even die scorebord erbij om terug te kijken. Jij won met die Renato Sanchez. Ja, volgens mij staat het 4-4, ja. Volgens mij ook. Oh, ik scoorde nog. Won ik wel. Oh nee, jij scoorde, sorry. Oh nee, ik speel met mijn topteam. Kijk dat, ik heb Messi hier. Echt Kante? Niet. Ik heb verkeerde selectie gekozen. Ja, zie je? Man. Ik zat weer op de lap, ja. Jongen. Kijk, vijf gewonnen nu, jongen. Ja, helaas, jongen, dat toch niet. Jog is aan de winnende hand. Maar hier werd jij vorig jaar zo panisch van, dat het hele jaar verkeerd stond. Ja, dat is wel ziek, hè. Dat het dit jaar nog niet zo'n gat is. Ja, je begon goed. Ik begon heel goed. Toen dacht ik nog, Jog is terug. Ja, het spel is ook beter dan vorig jaar. Ik had niet over het spel, ik had het over jou. Ja, ik ben ook beter dan vorig jaar. Snelheid boost? Zo, jezus. Zo, kijk dan, hij is zelfs... Kerel! Kijk die denier, jongen, het lijkt alsof hij stilstaat. Zelfs met de snelheid boost is deze gast gewoon niet heel snel. Weet je ook weer, Chilkin, ja. What the fuck? Wat een kutspeler. Twee sterren weakfoot, hè? Oh ja, dat was het, ja. Oh nee. Wat is er? Schotboost. Je hebt schotboost. Oh, nee, dan moeten we even het balletje eruit. Geen boost, dribbelboost. Kijk, en even Bernertje gewoon 50 skill. En dan is hij wel ziek. Ja, nu is hij ineens goed. Nu is het de lijfste speler die er is. Oh. Shotta! En Boateng, mijn bronzen! Ja! Niet tellen dubbel, toch? Ja, moeten we eigenlijk wel doen, hè? Zie je echt, prachtige paas. Grealish. En dan dat hoge balletje. Oh. Hier, daar gaat hij. Shota, Arveladze. Ja. Shota, Arveladze. Daar moest ik net ook aan denken. Ja. Ja, ja dat is zo'n... Zo, die speler, man. Ja! Ja!
Ja! Typo! Dat hij zo'n omhaal maakte, zo'n onderkant lat of zo, dat was het toen ook weer. Ja, hij heeft heel veel zieke goals gemaakt. Dat is de beste spits van de gaat de standaard doen. Welke? Schot. Ah nee! Oh. Ja, ah nee! Is kwijt! Ja! Oh, wat een redding! Courtois! Ah, kerel, mijn penis staat stil, joh! Dat is niet normaal, man. Wie is dat dan? Ja. Zoals jij zegt, Alain C. Maximin. Ja, dan weet iedereen wie het is, toch? Ja, precies. Ja? Mm-hmm. Ja, en dan is het raar! Wat heb ik? Je moet het zien. Zo, kijk, zag je hem diep gaan? Zag je dat? Ja. Hij is de lul. Paaspoest. Ja, daar heb je echt weinig aan. Je kijkt dan. Hij mist hem gewoon. Kijk dan, schitterende paas. Grealish. Jota. Laat het zien, jochie. Jota. No. Ik dacht, dat is een perfect hakje dan. Perfecte paas, dacht ik. Maar het valt weer tegen, joh. Sugi passie. Jota. Paredes! Zo, die gast. Heeft hij al een been? Nee, maar je zag net al hoe die dribbelde. Zo! Heel ziek hoor. Ja. Jota Arvelas! Oh, je keer twee! Ja, klopt. Ik zeg zo. Ah, binnen. Ja, die is van mij en dan krijgen we schotboost. Schotboost, ja, ik wist het. Ik wist het. Vieze vetmerking, man. Dit is mijn bronzen weer. Oh nee, giallo. Carte giallo. Oh. Ja! Nee! Lekker! Een vies slap schot. Een vies slap schot. Zo mooi dit. Oh, heerlijk, wat een spelmodus, bro. Ja, man. Ziek. Oh, kijk. Mijn god, helemaal los. Daar gaat die Jota Arvelas. Ja, precies. Ja! Oh, en dan toch nog. Nee! Goeie paas van de keeper zelfs. Prachtige passing. En dan gaat Jota Arvelas. Oh nee, het is hier langzaam. Ineens. Ja, klopt. Maar hij heeft wel... hij heeft volgens mij... Sprintsnelheid is wel hoog, maar zijn versnelling is ziek laag. Echt? Ah. Volgens mij 1 van die 2, ik weet het niet. Hm. Dan komt hij, de perfecte paas. Felipe, kijk. Ah, zuur. Daarom kost hij 7000 euro. Gaat hij de bronzen schitteren op Grealish? Oh, prachtig. Oh, prachtig. Oh! En dan! Oh, chef kokosnoot! Dan krijg je schotboost keer 3. Ja! Oh! Laat hem gaan. Ja. Kom op, schotboost. Keer 2. Doe ik het voor. Moet je eerst bij mijn goal komen, joh? Ja, dat gaat lukken. Ja? Ja, Succes. Geweldig. Oh, nee. Geweldig. Met de bronzen? Zeg haal die poot gewoon aan, jongen. What the fuck? Nee, dit is echt te ziek. Nee, dit is echt... Ik zweet je bijna. Ik steek hem gewoon naar die gast linksonder. Nee, dit is triest. Zo ziek, jongen. En dan is hij hier, Jota! Ik zweer je, ik paas hem gewoon naar die gast links onderin, zodat hij die ruimte heeft. Jij wordt altijd genaaid, jongen. Zo'n ziek spel is dit. Ja, ik weet niet wat het is. Maar telt deze nu keer 3? Dat meen je niet. Die penalty telt al voor 3. Ja. Dat meen je toch niet? Telt die voor 3? Oh, ja. Wat ziek! Ja, dat was een goeie. Dit was perfect. Maar weet je wat ziek is? Hij ging pas naar keer 3 toen ik de overtreding al was gegeven, zeg maar. Ja, klopt. Daarvoor de keer 2. Dat is altijd naast. Die is ook gestoord hoor. Serieus, kijk hoe ze bewegen, man. Ja, man. Oké, deze mag je van mij scoren. Dan heb ik keer 2. Oh, dit is wel een hele zieke bal. Oeh, dat gaat ineens wel heel hard dan, hè? Gaat hard, Weili. Weili. Oh! Dan krijgt hij hem zo voor zijn voetjes weer. Oh mijn god, man. Ik heb alles mag, volgens mij. Of ik heb dat alles. Ah, vette flikker. Ja, helaas, jongen. Nee!
Dit is echt weer typisch. Dit is zo schitterend. Dit tekent mijn leven, jongen. Ja, dit tekent gewoon wie jij bent als persoon. Dat je weer zo gulzig wordt. Kan de ultieme gelijkmaker. Heeft hij alles? Heeft hij alles? Keer drie en dan sprint hij hem gewoon in mijn poten. Maar ik zei, oh, het is ook... Oh, nee, het is... Laatste minuut was het ook. Nee. Kut, zo. Ik dacht echt serieus oprecht dat we pas in de 75 minuten of zo zaten. Maar ja. Vet, ik heb genoten van je. Ja, die Jota is kut. Die Jota is inderdaad heel matig. Maar dat kun je niet echt goed beoordelen met deze modus. Maar inderdaad. Het is wel een beetje slow. Oké, jongen, geniet ervan. Ik baal nog steeds dat ik Steven Gerrard niet kon gebruiken, maar verder was het leuk. Ja. Was heel leuk. Oké, jongen. Goed gedaan. Oké, jongen. Bye bye. Oké, jongen. Vaarwel. Bye bye.